Heel gangster. Ik hoorde je praten over OV'tjes, kweekjes, opzetten van hokken, binnenhalen van blokken, cruisen in die huurbak terwijl je rookt van je toppen, Biggie doen met je toto omdat je een held bent met gokken, dragen van een gun om maar niet eens 5 gram in je sokken, geen respect meer voor je ouders of in het algemeen die oudjes, disrespecterend taalgebruik en gedrag omtrent de vrouwtjes, oftewel die bitches. Of kechies. What dreddies. Zijn we vergeten wie ons geboorte gaf? En dat de vrouw die jou opvoedde dit soort taalgebruik of gedrag niet aan jou meegaf? Dus wat is jouw excuus voor het exposen van je zusjes? Haar familie kapot maken vanwege jouw loverboy klusjes? Zogenaamd gangster. Omdat je body verkoopt aan die jallas. Zodat je in het weekend kan laten zien hoe je tafel gevuld is met batras. Strooi in de cabaret. Terwijl je vader liever nog de play schoonmaakt dan dat hij jouw geld ook maar aanneemt. Dus ze noemen jou nu gangster. Omdat je een paar maanden hebt gezeten voor brakka's plegen. Het doorzeven van je eigen neven omdat het goedkoper is dan betalen voor de diensten. Kattenvangers inzetten omdat je weet wat jij hebt te verliezen. Het verraden van je naasten die jou zelfs nog een laatste kans gaven. Jij bent toch gangster? Ik hoor ze rappen over jou. Misschien mooie dames in je video. Maar zie jij een echte vrouw? Met alle respect, dus jij bent gangster. Omdat je op de foto staat met een stapeltje met geld. Omdat je een darba hebt geslagen en nog nooit zoveel hebt geteld. Zet het op Insta. Nee, zet het op Snap. Als mensen het zien op Facebook, wallah, ze worden helemaal gek. Toch, gangster? Moet je Tupac aan meerappen. Een paar gram wit die je hebt verkocht. Wantrouwig als een mal omdat je denkt dat je wordt gezocht. Ha, gangster. Met je bijnaam Tony. Het liefst was het nog Scarface. Je vader gaf je de mooiste naam en jij verkoos het voor een snuivende mafcase. Zeg maar gangster. Omdat je designer draagt die je niet eens kan uitspreken. De designer van jouw kleding zou zich doodschamen als hij wist dat jij het zou dragen. Dus vertel maar gangster. Voelt het lekker als je bloedgeld verdient? Of moet je weer achterom kijken omdat je iemand weer hebt opgelicht misschien? Oh nee, tuurlijk niet. Want jij bent gangster. Je mannen staan klaar. Vangen de kogel wel voor je op als je bedreigd wordt met gevaar. Jekke gangster. Je gemeenschap vernederen omdat je als een egoïst denkt. En alleen jezelf gunt om te eten, spacen en zijn mijn leven. Of niet, hè, gangster. Maar ik heb slecht nieuws voor je. Want je bent niet gangster genoeg als familieleden eronder komen te lijden. Je bent niet gangster genoeg als je denkt dat jij op straat kan gaan strijden. Ik ga je vertellen wat gangster is. Als je met Fajr gebed als eerste in de rij staat in de moskee. Als je aan het vasten bent en Ramadan tel ik niet eens mee. Je bent pas gangster als je al je songteksten zou vervangen met alle sora's uit de Koran. Gangster als je vrijdag tijd maakt voor te horen in plaats van klaarmaken voor uitgaan. Gangster is dat je een vrouw benadert met respect als je haar vaders hand vraagt en de lust opzij zet. Gangster is het voorbeeld geven hoe jij je kinderen het liefst ziet leven. Gangster is je diploma's behalen, ook al was je voor alle anderen afgeschreven. Gangster is het zorgen voor ouderen, zwakbegaafden. Gangster is het trots maken van je moeder en vader. Een voorbeeld zijn voor je broertje, je zusje, je neffel, je mattie en je beste kameraden. Het is gangster om tijd te maken voor belangrijkere zaken. Gangster is niet het strijden in serie namelijk, maar de oorlog overwint tegen je eigen ziel. Gangster als je de intelligentie zou hebben van een Malcolm X. Gangster als je zou gestreden hebben als een Khalid ibn Walid. Gangster is als je het geloof zou praktiseren als een Abu Bakr radiallahu anhu. En hoe gangster ben jij?